overval op tabakzaak Daalseweg, fietszadeldief Teistert stalling achter station en basisscholieren met opmerkelijke remedie tegen astma. Dit is het Nijmegen 1 nieuws. Tabakzaak Ingrid aan de Daalseweg is donderdagavond overvallen. Om 4:15 kwam de dader de winkel binnen en deed een bestelling. Vervolgens liep hij om de toonbank heen en duwde de medewerkster weg, waarna hij een greep in de kassa deed. Daarna ging de overvaller er te voet vandoor richting de Mozartstraat. Er is niemand gewond geraakt. De politie stuurde een sms-alert en een Twitterbericht. De overvaller is nog voortvluchtig. Het gaat om een man van ongeveer 1,70 meter, tussen de 30 en 40 jaar en gekleed in een bruin leren jak. Hij heeft een lichte huidskleur en een pokdalig gezicht. De politie vraagt getuigen zich te melden. Fietsen die staan geparkeerd in de fietsenstalling achter het Centraal Station worden de laatste tijd steeds vaker van hun zadel beroofd. Ook het zadel van Sander Peters was verdwenen toen hij moe van een dag werk op het station aankwam en naar huis wilde fietsen. Peter ging naar fietsenmaker van Heeswijk die hem erop attendeerde dat hij de laatste tijd wel erg veel mensen zonder zadel in zijn zaak zag. Ook op Twitter verschenen verschillende tweets van mensen wiens zadel ontvreemd was uit de stalling achter het station. Er worden regelmatig zadels gejat, achter het station begrepen. Ja. Hoe weet u dat het achter het station is? Dat heb ik gevraagd. Ik bedoel, als één iemand zonder zadel binnenkomt, dan vraag je niks, maar de tweede, derde, vierde. Ja, dan ga je vragen stellen van hoe komt dat? Ja. Dus die komen achter station, dat is weggehaald. Dus, Hoe vaak is er nu iemand geweest voor een zadel, denkt u? Minimaal 15 tot 20 keer dat mensen met alleen een zadelpen komen waar het zadel vanaf is. Ja. En allemaal hetzelfde verhaal? Allemaal hetzelfde verhaal. Ja, het was 's avonds en ik had een lange dag achter de rug, het regende en staat je fiets daar zonder zadel, dus lopen. En toen bent u later naar de fietsenmaker gegaan, neem ik aan. En toen kreeg u te horen dat het veel vaker is gebeurd? Ja, het is, de fietsenmaker zei inderdaad dat het opvallend vaak dat hij verzoekjes kreeg voor nieuwe zadels. En dat hij ook een partij tweedehands zadels had opgekocht van iemand. Waarna hij naar de politie ging en zei van de politie zei toen tegen hem dat het inderdaad vaker gebeurde. En dat ze niks konden doen zonder aangifte te doen. Dus dat heb ik dan maar vanmiddag ook meteen gedaan. Mij is een keer 100 zadels aangeboden, ja. Dus ik heb een idee, ja, zijn verhaal was die zadels komen van Kuik, van de markt, maar ja, goed, het blijft een beetje raar. Ja. En heel toevallig. En toevallig, ja. Heeft u dit ook aan de politie verteld? Ja, dat heb ik ook aan de politie verteld. En ook dat ik eventueel die man aan kan wijzen, ook als ze mij beelden laten zien van, goh, is het die man, dan kan ik het, kan ik zeggen van ja of nee. Dus, Voor alle duidelijkheid, je weet het niet zeker, maar het zou op zijn minst fijn zijn als de politie een keer ging kijken. Dat vind ik het minste wat ze kunnen doen. Ja. Dus ik denk ook dat meer mensen aangifte moeten doen, want nou denken mensen, oh, het is maar een zadel, ja, het kan gebeuren. Maar ja, die weten natuurlijk niet van de buurman dat het ook gebeurt. Ja. Dus als meer mensen even aangifte gaan doen, ja, dan wordt er misschien ook wat meer prioriteit aangegeven. Is het natuurlijk wel een opmerkelijke diefstal, een zadel. Ja, je verwacht het helemaal niet. En de fietsmaker zei ook van je kunt je zadel wel misschien met een slot aan je fiets gaan vastmaken. Maar dat gaat misschien wat ver. Maar het is vooral heel erg irritant. Een beetje triest eigenlijk. Ja. De voorschriften over hoe een woonboot in de Waalhaven, het meertje en de Lindenberghaven eruit moet zien, worden strenger. Deze ligplaatsen zijn volgens het stadsbestuur bepalend voor het aangezicht van de stad. Daarom moeten de regels strenger en moeten de eigenaren bij een verbouwing de plannen eerst aan de gemeente voorleggen. De woonboten moeten zo origineel mogelijk blijven en arken mogen onder andere geen schuin dak meer hebben. We hebben in Nijmegen eigenlijk drie plaatsen waar woonschepen of woonarken liggen. Dat is in de Waalhaven, dat is in het Meertje en dat is ook heel beperkt in de Lindenberghaven. Ja. En er zijn nu een aantal nieuwe regels gaan ervoor gelden. Nou, het zijn natuurlijk alle drie plekken die gewoon heel belangrijk zijn als je het hebt over waar mensen rondlopen, waar mensen naar kijken, wat ontwikkelingen gaande zijn. We vinden het belangrijk dat die schepen die daar nu liggen en die eventueel in de toekomst nog worden verbouwd door de eigenaren, dat ze dan ook worden verbouwd
tot mooie woonarken en mooie woonschepen. Want je ziet hier en daar in Nederland dat als mensen aan het verbouwen gaan, dat het gewoon echt hele lelijke dingen worden. En dat is niet zo erg als ze ergens helemaal achter in de haven liggen waar bijna niemand langskomt. Maar dit zijn toch hele belangrijke plekken in de stad en hechten we aan kwaliteit. Dus als u zo'n schip zou kopen, u zou het helemaal gaan verbouwen, dan moet u naar de gemeente. Naar de commissie beeldkwaliteit. Alleen voor dit onderwerp hebben we gezegd van, dan moeten we echt een speciaal groepje mensen bij elkaar zoeken. Ook met mensen die verstand hebben van schepen en van arken. En die beoordelen dan uw aanvraag en gaan graag met u in gesprek over dat het ook een mooi schip of een mooie ark blijft. Wat vindt u daarvan? Ja, een beetje betuttelend, of niet? Ja. Dus ja, ik denk dat mensen in zekere zin wel een beetje aan de regels moeten houden dat het een beetje in het beeld past. Maar dat er toch wel een, als je een eigen huiseigenaar bent, dat je toch wel een bepaalde vrijheid moet kunnen hebben. Lijkt me een heel logisch iets. Ik ben lid van het LVBHZ, dat is de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig. En dit schip is ook ingeschreven in het scheepsregister Varende Monumenten. Ja. Dus het is voor mij niet van toepassing. Maar u vindt het wel een goed idee dat de woonschepen zo origineel mogelijk moeten blijven? Daar ben ik een groot voorstander van, ja. Het zou voor mij het gevolg kunnen hebben dat ik hier weg moet, omdat deze boot niet aan de eisen gaat voldoen, voor zover we ze nu kennen. Denkt u echt dat de gemeente zover gaat dat u nu nog weg zou moeten? Denk je niet dat de nieuwe regels dan gewoon gelden voor nieuwe boten? Nou, ik ben er bang voor dat ze toch de originele plannen gaan handhaven en dat je niet op grond van verworven rechten of zo zou kunnen blijven liggen. Vandaar ook mijn aanvraag die ik gedaan heb. U heeft een aanvraag gedaan waarvoor? Om een vaste lichtvergunning te krijgen met een boot die binnen hun eisen valt. Omdat deze boot is een huurboot en mijn huurbaas zal waarschijnlijk niet bereid zijn om voor mij een nieuwe boot te kopen, denk ik. Hits als You're Beautiful en Goodbye My Lover zal James Blunt zeker ook in Park Brakstein spelen. De Engelse zanger komt namelijk zondag 3 juli naar Nijmegen. De twee hits stonden op zijn debuutalbum Back to Bedlam, die in 2005 werd uitgebracht. Wie er in juli in Park Brakstein bij wil zijn, kan vanaf zaterdag 19 februari terecht bij de officiële verkooppunten. Iedereen heeft er wel een mening over. De ene vindt ze spuuglelijk en de ander vindt het prachtig. De blokken van struiken op het Palkerplein op de grens van Wijchen en Nijmegen. Vanwege het aanleggen van een derde rijbaan op de rotonde, om zo tot een betere doorstroming te komen voor het autoverkeer, wordt het kunstwerk met de verzonken kubussen van Peter Struiken tijdelijk verwijderd. Na de afronding van de wegwerkzaamheden worden de blokken weer teruggeplaatst, maar dan wat dichter tegen elkaar dan voorheen. Naar verwachting staan de blokken er over 4 maanden weer terug. Het is een gewild cafetaria voor een vette hap bij nachtelijke stappers. Het frietketje op het Keizer Karelplein. Zoals het er nu uitziet moet het keetje aan het einde van het jaar verdwijnen vanwege herinrichting van de Van Schaik-Maton-singel. De eigenaar van de snackbar is een petitieactie begonnen om de gemeente alsnog over te halen het keetje voor hongerige stappers en voorbijgangers te behouden. Kinderen van basisschool Het Talent uit Lent hebben een oplossing gevonden voor de bestrijding van astma. Zij denken dat een slijmetende bacterie het probleem kan verhelpen. Dit project deden zij in het kader van een wedstrijd uitgeschreven door Lego. De leerlingen zijn al door naar de finale die zaterdag plaatsvindt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om mee te gaan doen met de First Lego League? Nou, wij zijn als school nogal bezig met techniekpromotie en vandaar dat we te horen kregen van deze wedstrijd. En dachten van dat is echt iets voor ons. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een beestje te gaan ontwerpen? Zoals de kinderen al vertelden, dat is wat ze zelf hebben ontworpen. We zijn op zoek gegaan naar ideeën voor oplossingen. En kwamen ze zelf tot die van als je bacteriën hebt die mogelijk kunt muteren, zodat er in de bronchie slijm weggewerkt kan worden. Ja, dan is dat misschien een prachtige oplossing voor mensen met astma. Jullie doen zaterdag mee met First Lego League. Het thema is Body Forward. Wat hebben jullie daarvoor bedacht? Nou, we hebben voor bedacht dat het probleem astma. En daarbij daar hadden we slijmetende beestjes bedacht. Dat was nou de beste oplossing.
Ja, nou hebben we dus, gaan we verder op het onderzoek naar de slijmbevattende beestjes. We zijn dus bij een microbioloog geweest, longziekenhuis. Maar het bleek dat die beestjes bestaan, maar nog nooit voor het menselijk lichaam zijn gebruikt. Dus gaan we ze proberen om in het menselijk lichaam te kunnen gebruiken. Zodat ze zo gekweekt kunnen worden, zodat ze in je lichaam kunnen leven, zonder dat ze iets aantasten. Hoe moet het beestje gaan werken in je lichaam? Nou, het is eigenlijk gewoon een bacterie. En we willen hem soort van kweken. En dan zou dat, als het goed is, bijvoorbeeld al het slijm opeten. En lucht uitpoepen misschien wel. En misschien zou hij dan ook nog wel CO2 opeten. En opademen. En slechte bacteriën ook opeten. Maar dat weten we niet. Dan hadden we bedacht dat als je ademt, als je inademt, dan zou die even stoppen. En als je uitademt, als je inademt, dan gaat hij blazen. En als je uitademt, niet. En ze zijn ook slijm op kweek gaan zetten. We zijn naar microbioloog geweest om te kijken van, is het haalbaar zo'n plan? Valt er zo'n bacterie te kweken? En ja, het zal misschien een aantal jaren duren, maar het is wel haalbaar. Dus chapeau voor hen. Het weer in het Rijk van Nijmegen. Van het noordoosten uit is er koude lucht in de stad gekomen die 2 graden nachtvorst brengt. Na een heldere nacht wordt het vrijdag een zonnige dag met een graad of 4 op de thermometer. De wind draait in de middag naar het oosten en waait matig. Het blijft in het weekend vrij koud en overwegend droog met een kleine kans op een bui op zaterdagavond. Het wordt hoogstens 6 graden en de zon zit vaak achter de wolken. Zondag kan er winterse neerslag vallen en ook in de nieuwe week blijft het wisselvallig.